Goedemiddag, kijkers en luisteraars. Van harte welkom bij dit programma. Mijn naam is Rajina Rautaar en ik ben wederom, het is een voorrecht voor mij om in u, wederom in uw huiskamer te mogen zijn met dit programma. Om u te bemoedigen vanuit dat woord van God. <coughs> Pardon. Ik wil u zeggen dat God van u houdt. En dat God een plan heeft met uw leven. En ook deze dag wil ik zeggen dat God een goede God is. En hij houdt van alle mensen. En vandaag wil ik uh, beginnen en ik lees vanuit Filippense... Het brief van Paulus aan de gemeente de Filippi en hoofdstuk 2. En wel vers 3. Het laatste gedeelte van vers 3 ga ik lezen. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang. En vers 4 zegt ons: Maar ieder lette ook op dat van anderen. Paulus zegt hier. Hij zegt. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang. Maar ieder. Letten ook op dat veranderen. Ik wil ook een stuk lezen vanuit Lucas, hoofdstuk 19, vanaf vers 1. Waar de Bijbel praat over een man, Zacchaeus. Lucas, hoofdstuk 19. Als u de Bijbel hebt, misschien kunt u opslaan met me. Lucas, hoofdstuk 19, vers 1. De Bijbel zegt... En hij kwam Jericho binnen en ging erdoor. En zie, er was een man, Zacchaeus geheten, die oppertollenaar was, en hij was rijk. En hij trachtte te zien wie Jezus was, en slaagde er niet in vanwege de schade, want hij was klein van gestalte. Vers 4 zegt ons, en hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar langskomen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij naar boven en zeide tot hem, Zacchaeus, Kom vlug naar beneden, want heden moet ik in uw huis vertoeven. En hij kwam vlug naar beneden en ontving hem met blijdschap. En toen zij het zagen, morden zij allen en zeiden, hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen. Vers 8 zegt, maar zageus ging staan en zeide tot de heren, zie, de helft van mijn bezit, heren, geef ik de armen, en indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zeide tot hem, heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om het verloren te zoeken en te redden. We hebben daarnet gelezen in het brief van Paulus, waar hij schrijft in hoofdstuk 2, hij zegt, en, en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op het belang van anderen. Wanneer we naar het verhaal van Zacchaeus kijken, dan zien we dat de Bijbel ons zegt dat hij een oppertolenaar was, hij was een van de uh, uh, grote mannen bij de belastingdienst en de Bijbel zegt hij was rijk, maar wanneer je de Bijbel gaat lezen, dan gaat u zien dat hij rijk geworden is op een niet eerlijke manier. Hij had natuurlijk als een oppertolenaar, hij zal een goed salaris hebben gehad, maar daarnaast heeft hij mensen afgeperst. Hij liet mensen meer betalen dan wat de mensen zouden moeten betalen. En natuurlijk in die tijd leefden de Joden onder de heerschappij van de Romeinen. En u moet weten dat het niet prettig was voor hun. En nu is een Jood daar, en deze man in plaats dat hij de Israëlieten helpt. De Israëlieten hadden het al moeilijk, onderdrukt deze man hun nog. Hij legt nog een extra druk op hun, dat ze meer belasting zouden betalen dan wat ze eigenlijk zouden moeten. En dan begrijpt u natuurlijk dat wanneer mensen het al niet zo goed hebben, en financieel gaat het niet zo goed, en dan komt iemand daar die vanwege zijn gierigheid, vanwege zijn hebzucht, Vanwege zijn eigen belang, dat hij dan druk legt op andere mensen. Gaat u zien dat op een gegeven moment, dat mensen niet blij gaan zijn met zo iemand. Mensen gaan hem haten. En dat is ook gebeurd. Mensen mochten hem niet. Ik denk dat als we dat zouden plaatsen in onze, in onze tijd vandaag, dan. Ik kan je zeggen dat mensen hem uitschallen. Charisma was een ikong. Charisma was Piet in de richting. En noem maar allerlei negatieve zaken. Maar hoe komt het? Omdat deze man, hij gericht was op, zich, op zichzelf, hij had niks te maken met de mensen uh, om hem heen. Hij, hij, voor hem was het belangrijk dat hij rijk moest worden. Hij moest het goed hebben en hij, hij, hij zag niet eigenlijk door zijn handeling wat hij uh, pleegde: handelingen. Dat hij andere mensen tekort deed, dat hij andere mensen uh, pijn deed, verdriet gaf. En aan de andere kant dat mensen zelfs door zijn handelingen bitter werden, gedragend werden, boos werden. En. Waardoor mensen hem op een gegeven moment niet mochten. U moet één ding weten: iemand die op, op zijn eigen belang gericht is, op zichzelf gericht is, vroeg of laat gaat u zien dat u zoveel vijanden zult hebben. Vroeg of laat zult u zien dat uh, u alleen op een gegeven moment gaat staan. U hebt geen vrienden. Misschien hebt u vrienden, maar mensen van die level waar u bent en die handelingen die u pleegt. Maar de gewone mens. Gaat, geen, gaat niet je beste vriend willen zijn. Ze, ze gaan je niet mogen. Dus iemand die gericht is op zijn of haar eigen belang, op een gegeven moment, wat zal er gebeuren met zo iemand? We, we, op een gegeven moment komen we op een afstand van mensen. Mensen mogen ons niet. We maken vijanden. Mensen gaan ons haten. Mensen zullen tegen ons zijn. Mensen zullen bitter zijn vanwege ons gedrag, vanwege ons handeling. En dat was eigenlijk het leven van Sageus. Hij, hij hield geen rekening met het gevoel van anderen. Iemand die op zichzelf gericht is, houdt geen rekening met de gevoelens, de emoties van iemand anders. Hij heeft niks te maken hoe die persoon zich voelt, wat die persoon meemaakt, door welke situatie die persoon gaat. Die is, deze dingen zijn niet belangrijk voor zo iemand. Die persoon is alleen maar gericht op zichzelf. En aan het einde van de rit gaat u zien dat, dat eigenlijk hij niemand om zich heen heeft. Niemand die om hem zal geven. Iedereen is boos op hem. Kijk, in de, bijvoorbeeld in de, in de verkiezingstijd, hebt u dat er zoveel beloofd wordt door le politieke leiders. En, en alleen maar om, om. Er zijn mooie beloften die gedaan worden. En alleen maar om mensen uh, op een zodanige manier, manier te beïnvloeden, om stemmen te krijgen, dat mensen op zo iemand gaan stemmen. Maar vaak ziet u dat wanneer mensen al gekozen zijn, dan gaat u zien dat wie die persoon is. Er zijn sommigen die echt opkomen voor het belang van het volk. Maar aan de andere kant hebt u ook een aantal die. Wanneer de tijd daar is, wanneer ze al eenmaal die, die plaats hebben gehad die ze eigenlijk wilden hebben, dan gaat u zien op een gegeven moment dat ze eigenlijk, uh, ze kennen het volk niet meer. Het enige wat voor hen belangrijk is, is wat kan ik grijpen, waar kan ik dit pakken? Pemikanki kiswang grong, pemikan gramwansma en, grong. En, en, en hoe kan ik, van kan ik en noem maar op. En op een gegeven moment, wat gaat er gebeuren? U moet weten dat het volk niet dom is. Mensen zijn niet dom. Eén keer gaat u pakken en de volgende keer. Savi op, oh, oh, potentieel, tapio. Gaan ze zoveel keren nadenken. En natuurlijk, dan gaat u zien op een gegeven moment dat mensen dan op een gegeven moment afgestraft worden vanwege het feit dat ze eigenlijk mensen voor de gek hebben gehouden. Eigenlijk mensen gebruikt hebben om, om iets te kunnen bereiken ten voordele van hun alleen en de rest mag stikken. De rest, ze hebben niks daarmee te maken. Maar wat we moeten weten is dat vaak is het dat wij vergeten dat er een God is die van alles op de hoogte is en dat God van alle mensen houdt en dat God geen onderscheid maakt van wie we zijn. Uh, God is God en hij wil van ons. Dat wij mensen elkaar lief hebben en dat we de ander zo gaan behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden. Wij willen vaak dat mensen ons niet gaan pijnigen. Ino was ma ewaka kong kalapi. Ino wandaat was ma ewaka kong etrap trap, suka de beput sa su en en ie beset ik hoor als mij is etrapisu in no one that wants my beledig you in no one that wants my cos you well net zo lifa va uno no one that sma ebeledgo uno uno no one that sma e paine go no en noem maar op zo moeten wij ook de ander onze naaste ook niet gaan pijnigen uno uh, go go door aan tegen asma sa e hatasma e jasma verdriet sa e brokasma saka sa e megdat kare asma ela en noem maar op. wij moeten zoals wij niet willen dat iemand ons al die dingen en met ons al die dingen gaat doen zo moeten wij ook dan uh, niets met die ander gaan doen de bijbel leert ons dat we elkaar moeten lief hebben zoals wij van onszelf lief hebben en Wanneer we kijken naar Zacchaeus, dan zien we dat deze man op zichzelf gericht was. En op een gegeven moment, hij had geen mensen om zich heen. Deze man heeft zich verrijkt ten koste van andere mensen. Doordat hij mensen afgeperst heeft, meer heeft laten betalen. Maar wat we hier gaan zien, is dat God in zijn grote liefde, en natuurlijk als mens, iemand die zoiets gedaan heeft hebben we als mens we genoeg reden om vinger te wijzen en te veroordelen en te kijken naar al die slechte dingen van die persoon en te zeggen en, en, en een heleboel negatieve dingen te zeggen. Maar wat we, niet, uh, wat we vergeten vaak is dat de Bijbel ons leert dat de mens een zondaar is. En de Bijbel zegt, wie de zonde doet, in Johannes hoofdstuk 8 zegt hij, wie de zonde doet is een slaaf der zonde soms weet je van dat ik dat niet mag doen. Soms weten mensen van nee, hey, als dan dat mo was dan dat mo van trasma makeri mo eh mo vernietig want trasma libi mo dat asma somen doen. Ondanks dat we dat weten, heb je dan toch dat mensen toch uh, al die dingen gaan doen vanwege vanwege die hebzucht, vanwege die die die, uh, die 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 begeerten in ons hart. En we doen die dingen. Maar dit alles komt vanwege die zonde. De Bijbel zegt: wie de zonde doet, is een slaaf der zonde. En waardoor we op een gegeven moment, we zijn zodanig verblind. En we houden geen rekening met wat we doen met mensen. En natuurlijk zijn die dingen niet goed te praten. Maar God weet waarom de mens zo is geworden. De, de Bijbel leert ons in, in Marcus hoofdstuk 7. Marcus hoofdstuk 7 zegt de Bijbel in vers 21. Markers hoofdstuk 7, vers 21. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen. Hoeren Diefstal. Moord, echtbruik, hebzucht, boosheid, lis, onmatigheid, een booshoek, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnenuit naar buiten en maken naar de, de mens onrein. Dus je ziet dat het, het probleem is het hart van de mens. Het hart van de mens is een groot probleem voor de mens, vanwege het feit omdat de mens God niet kent, zijn we in die zonde. En zolang die zonde in de mens is, zitten al deze dingen wat de Heer Jezus hier opnoemt, zitten al die dingen in ons. Ook al hebben we misschien niet al die dingen gedaan, maar er is zeker een paar van ze die daarbinnen schuilt. En misschien hebben we het ook gedaan. En en de Bijbel zegt dat dit alles ons onderheen maakt. Dit maakt dat wij dan, ondanks we bewust zijn van zoveel dingen dat we niet mogen doen, dat we het toch doen vanwege het feit dat die dingen in ons woont, in ons leven. En het drijft een mens om dan bepaalde handelingen te, te plegen. En Jezus is gekomen, de Bijbel zegt, om het verloren te zoeken en te redden. Zacchaeus was in zo'n situatie. En natuurlijk als mens die hem ervaren heeft en die nare dingen van hem ervaren heeft, hebben we genoeg reden om de vinger te wijzen naar zo iemand. Maar God kijkt natuurlijk met andere ogen naar ons. Weet u, wanneer God naar ons kijkt... Dan kijkt hij met ogen van liefde naar ons. Omdat hij weet dat we allemaal zondaren zijn. Niemand is beter dan die ander. Ook al zijn we geschoold. Ook al hebben we een bepaalde titel op onze schouders. Ook al zijn we rijk. Ook al rijden we in een geweldige auto. Maar u moet één ding weten: dat wanneer we God niet hebben in ons leven, we hebben een probleem. En God weet het, God is op de hoogte ervan. En God is. En hij heeft zijn zoon gezonden naar deze wereld om ons te helpen. Hij is gekomen niet om, Jezus zegt in Johannes 3, dat de zoon des mensen niet is gekomen om te veroordelen, maar hij is gekomen om te behouden. Hij is gekomen om mensen te redden. Hij kent het probleem van de mens. Hij weet dat het hart van de mens, daar is het grote probleem. En Jezus is gekomen om ons vrij te maken. Jezus is gekomen om ons te helpen. Wanneer God naar zo iemand kijkt, Hij kijkt met ogen van liefde. Hij kijkt niet om, om de mensen te straffen, maar Hij kijkt naar wat uh, uh, deze... Wanneer Hij kijkt, ziet Hij van, hey, deze persoon heeft hulp nodig. En hen, hij, hij doet alles. Hij heeft alles gedaan. Hij heeft zijn leven gegeven op het kruis van Golgotha. En Hij zoekt ons, zegt de Bijbel elk één naar de hele qua programma dit idee en idee in zo'n situatie en en kan je iveri fallibisae libi je zie fa je gisma manker je gi je ziet dat door een handeling zij pleeg je bent bewust ervan van die dingen dat je doet en je ziet vast maar ik cre vast maar een pijn vanwege de handeling voor u we want take you je hebt je van nou en Jezus man je hebt je kan je iveri fastot libi dat die u want kom uit dat zand maar that states je moet gewoon pogingen, maar toch je doet zijn. Je moet gewoon zeggen dat God lobt je. En God wil je je, God wil je uit die situatie dat hij. God is een God van liefde. Hij He houdt van je. Zaccheus was in die situatie ook. Mensen haatten hem. Mensen mochten hem niet. Maar er was een God die uitzag naar hem. Wiens hart uitging naar Zaccheus om hem te helpen, om hem wel te doen. Mensen. Uh, uh, gaan veroordelen. Maar God is gekomen om te helpen. God is, ge Jezus, gekomen om mensen te redden. Mensen vrij te maken van die situaties uh, waarin we onszelf hebben geplaatst. En Zacchaeus hoorde van Jezus. Hij hoorde van al die geweldige dingen wat Jezus deed: hoe hij mensen genas, hoe hij mensen hielp, hoe hij mensen voorzag van brood en noem maar op. Hoe hij wonderen en tekenen deed. En Zacchaeus dacht van... Hé, hey, ik wil deze Jezus zien. Ik wil weten wie Hij is. En de Bijbel zag, <coughs> pardon. <coughs> Jezus ging Jericho binnen. En Hij zou er doorheen gaan. Zacchaeus had gehoord van Jezus. En omdat Hij klein was... en rondom Jezus altijd duizenden mensen waren... kon Hij niet... en Hij kon ook niet dicht bij de mensen komen... omdat de mensen Hem haatten vanwege zijn handelingen. Dus Hij dacht van... Hey, Mesih wan wilde feige boom daar heb in wan bondrape. Kan ie me heeft een berekening gemaakt. Jezus gaat deze weg langs dus a moet via de eh naar bondrape. En als ik in die boom klim, dan kan ik zien wie Jezus is. Zo gedacht, Hij heeft gehandeld. En Jezus ging langs die boom waar Sagis in geklommen was. En op een gegeven moment zegt de Bijbel dat Jezus stopte daar. Hij keek naar boven en hij zei van, zeg kom vlucht naar beneden. Heden moet ik in uw huis vertoeven. Jezus, nog dat ik je zag, mi 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 zeg je ayu, boom, want wie snapt, Allah is aan je Natuurlijk weet God ervan. Hij heeft niet gezegd van, ik ga je straffen en noem maar op. Nee, Jezus is niet gekomen om mensen te straffen, hij is gekomen om mensen te helpen. Hij weet dat als hij moet straffen, hij alle mensen moet straffen. Er is niemand die goed is, zegt de Bijbel. Zelfs niet één. Allen zijn ze afgeweken, de samen zijn ze onthard, zegt de Bijbel. Niemand is goed. En, en als hij mensen moet straffen, zou hij alle mensen moeten straffen. Maar God heeft zijn zoon gezonden om mensen te helpen. En Zacchaeus is gehoorzaam geweest. Hij, hij, hij kwam vlug uit de boom. En hij. Uh, uh, nodigde Jezus uit om bij hem thuis te komen. En de Bijbel zegt, toen zij het zagen, morden zij allen. Dus de mensen die met Jezus waren, zaten hebben gezeten onder dat woord van God, terwijl Jezus zo predikte. En hij mensen leerde om elkander lief te hebben. Hij mensen leerde om, om, om niet te letten op hun eigen belang, maar op het belang van de anderen. Waar de mensen daar, ze hoorden dat woord van God. Maar wat je hier ziet, is dat de mensen, ondanks dat ze met Jezus waren, dat ze dan toch, ondanks dat ze dat woord van God hoorden, het woord van liefde, het woord van, van vergeving, het woord die eigenlijk een mens helpt om, om een ander mens te zijn, zie je dat ze dan toch vasthielden aan datgene wat Zacchaeus hun gedaan had, en ze bleven bij dat punt. En ze zagen hem nog steeds als die slechte man. Als de man die van hun afgeperst had. De man die door, door zijn schuld... ...hun in een grotere ellende had gebracht. Ze hielden vast en ze konden hem niet vergeven. Terwijl Jezus al die tijd hun onderricht had... ...en ze geweest had van vergeef. Heb lief. Bid voor degene die je vervolgen. Terwijl hij ze geleerd heeft al heel vroeg. En, en dan toch zie je dat mensen... Die met Jezus zijn, dat ze hem veroordelen en de vinger naar hem wijzen. En de Bijbel zegt... op een gegeven moment, ze begonnen eigenlijk te morren. En, en ze, ze begonnen kritiek te leveren. En ze zeiden van, hij is met een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen. Ze veroordelen hem. Ik wil u zeggen. Mensen zullen u veroordelen vanwege uw slechte daden, vanwege uw handelingen die u gepleegd hebt. Maar ik wil u één ding zeggen. Jezus is niet gekomen om te veroordelen. Hij is gekomen om u te helpen. Hij is gekomen om ons uh, vrij te maken. Hij is gekomen om van ons tot een heel ander mens, een nieuw mens te maken. De Bijbel zegt zo is dat wie in Christus is, 2 Korinthe 5 vers 17, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, zie het nieuwe is gekomen. Jezus alleen kan een mens veranderen. Jezus alleen kan ons, van ons maken datgene wat eigenlijk we moeten zijn. Mensen die van elkaar houden. Mensen die niet erop uit zijn om een ander mens leven kapot te maken. Mensen die niet erop uit zijn alleen maar om zijn eigen belang. Maar Jezus alleen kan van ons maken dat we letten ook op het belang van de ander. Dat we, we eigenlijk het voorbeeld van Jezus gaan volgen. Jezus, de Bijbel zegt, Hij is gekomen naar deze wereld. Hij heeft zijn goddelijkheid afgelegd. En, en de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij is mens geworden. Hij hoefde dat niet te doen. Maar Hij heeft het gedaan uit liefde voor u en voor mij. Omdat Hij niet wil dat een mens verloren moet gaan. Maar ook dat Hij, terwijl we op deze aarde zijn, dat we als een heel ander mens op deze aarde gaan leven. Een mens. Die eigenlijk, wanneer u naar zo iemand kijkt, dat het een zegen zal zijn voor u, die zo iemand ervaart in uw leven of ontmoet in uw leven. Jezus is in staat. En dan ziet u op een gegeven moment: Is Zacchaeus dan tot keer gekomen? De liefde van God heeft hem aangeraakt. Hij heeft gezien dat Jezus hem niet veroordeeld heeft, terwijl allen hem veroordelen. En hij is dan op een gegeven moment gegaan en hij heeft. Uh, heeft gestaan en heeft gezegd van... zie de helft van mijn bezit, heren, geef ik de armen. En indien ik iemand afgeperst heb, vergoed ik het viervoudig. Wie zou dat doen? Alleen iemand die een ontmoeting met Jezus heeft gehad. En die, die zijn liefde heeft ervaren. Gaat zoiets kunnen doen. Omdat die leegte die eigenlijk die in ons hart was... vanwege die zonde... er is altijd een leegte in ons binnenste. Je zoekt... Uh, naar, naar rust, je zoekt naar vrede, je zoekt naar uh, een blijdschap, die innerlijke, maar men zoekt het vaak in geld, in vrouw en allerlei toestanden, maar ondanks dat alles ziet u op een gegeven moment, u blijft leeg van binnen. Maar wanneer u Jezus ontmoet en u zijn liefde ervaart, wordt u vervuld met zijn geest, zijn liefde komt in uw binnenste en, en dan hebt u maar één verlangen en dat is Jezus hem lief te hebben en hem te gehoorzamen. En Zacchaeus heeft hem ervaren in zijn leven. En dat heeft gemaakt dat hij dan uh, gedaan heeft wat hij moest doen. Hij heeft de mensen terugbetaald. Hij heeft de armen gegeven. En vanaf dat ogenblik was zijn leven totaal anders geworden. Wel, God is diezelfde God. De Bijbel zegt hij is gisteren heden dezelfde tot in eeuwigheid. En vandaag, u die kijkt, hij houdt ook van u. Hij heeft ook met, u een met uw leven een plan. Misschien zit u in zo'n situatie als Zacchaeus. En, en u wil eruit komen. Ik wil u zeggen, het antwoord is Jezus. Als u hem aanneemt in uw leven, u geeft uw leven aan hem. U vraagt hem om in uw leven te komen. Hij kan van u maken tot een heel ander mens. En als u dat bent, zullen we samen bidden. Bid met me. Zeg trouwe God en Vader. Ik kom tot u in Jezus' naam. Ik heb uw woord gehoord. En ik heb gezien, Heer. Hoe u Zacchaeus tot een ander mens hebt gemaakt. Ook ik ben in een bepaalde situatie. En ik heb uw hulp nodig. Heer, ik geef mijn leven aan U. Ik vraag U, vergeef me van al mijn zonden. Kom in mijn hart, Heer. Was mijn hart schoon met Uw bloed. Vergeef me van al mijn zonden en vul me met Uw liefde, Heer. En ik beloof U te volgen alle dagen van mijn leven. Dank U, Jezus, voor Uw genade en Uw goedheid. Amen. Als U dit gebed hebt gebeden met uw kind van God en dan hebt U nodig dat U elke dag de Bijbel gaat lezen en... Bidden zoals u daarnet hebt gebeden. Bid tot God. Bidden gewoon praten tot God. Ik groet u. En tot de volgende keer. Dag.